Hi, ik ben Luna en vandaag gaan we het hebben over 3D-printen. Nou, wat heb je allemaal nodig voor te 3D-printen? Je hebt een laptop nodig voor te 3D-printen. Een 3D-printer zelf en filament. Nu gaan we beginnen met het filament erop te zetten. Oké, we gaan nu de temperatuur aanpassen. We gaan de kop aanpassen aan 190. Die staat goed. En nu wachten. Oké, nu gaan we het filament wisselen. Oké, we knippen hem hier schuin af, anders blijft hij ergens in de printer haken. Nu het filament is ingevoerd, gaan we het filament schoonmaakding erop doen. Dit is de extruder en die duwt door middel van een tandwiel duwt het filament naar de printkop. Nu we klaar zijn met het invoeren van het filament, kunnen we nu een foil zoeken voor het klaarmaken voor de 3D-printer. Nou, ik heb een tekening gevonden. Nu gaan we die klaarmaken zodat de 3D-printer het snapt. Nu gaan we de foil downloaden. Dan klik je hier op tinkbestanden. En dan mag je er eentje kiezen en ik klik op deze. Nou, nu starten we Cura op. Nu gaan wij de kattenringen erbij halen. We klikken erboven op bestand. En op bestand openen. Klik hier op de kattenringen. En weer op openen. En nu staat daar de kattenring. En daar zie je dat het nog maar 3 minuten duurt. Nu gaan we naar bovenin. Gaan we kijken of alle instellingen kloppen. Ja, ze kloppen. En dan gaan we nu hem opslaan. Nou, we pakken het stukje eruit. En dan doen we het micro SD kaartje stoppen hierin. Nou, we gaan nu de tekening ophalen. Ik druk op print. En dan staat die daar. En klik je erop. En dan moet je gewoon wachten. Hij warmt eerst het platform op. En daarna warmt hij de kop op. En je kan ook nog tijdens het printen kan je deze instellingen allemaal wijzigen. Voor we beginnen moeten we eerst hackspray aanbrengen op het bed. En voordat de printer begint gaat hij eerst alle nulpunten zoeken. En nu gaat hij printen. Thank you.
De printer is nu bijna klaar. Nu laten we het bed afkoelen en dan kunnen we de printer eraf pakken. Nou, nu gaan we het ringetje passen. Nou, hij past perfect. Als jullie nog vragen hebben, hoor ik ze graag.